Ik wil jullie ook graag vertellen wat ik aanbied met betrekking tot polyvagaal theorie, oftewel het zenuwstelsel in 2023. Want daarvoor heb je echt een hele range aan opties. De eerste keuze is: wil je live of wil je online bij me leren? Laat ik beginnen met online. Als je online wil leren, dan kun je kiezen uit twee online trainingen die ik heb lopen. En dat zijn trainingen die je in je eigen tijd doet, op je eigen tempo. Er is een deel 1 met de basis van de polyvagaal theorie. En de basis betekent niet theorie, maar betekent oefeningen om de theorie te integreren. En deel 2 is eigenlijk nog meer oefeningen. Nog minder theorie en vooral meer verschillende oefeningen om het je eigen te maken, om het te integreren. Dus dat zijn online de basistrainingen. Dan heb ik online een jaargroep. En volgend jaar ook weer. En dat is een groep die 10 keer samenkomt, 1 keer per maand ongeveer, met een stop in de zomer. En dan heb je 1 les van 1 uur op dinsdagochtend, waarin ik iedere keer een onderwerp meeneem. Waar we oefeningen mee doen. Dus het is ook geen theoretische les, maar het zijn puur 1 uur oefeningen doen. Soms in de groep, soms in tweetallen in de breakout rooms. En er is altijd kans om vragen te stellen of onderwerpen in te brengen. Soms ook ideeën bijvoorbeeld voor een volgende les waar ik dan oefeningen voor jullie aan koppel. Dus dat is een groep voor mensen die zeggen: oh ja. Ik weet de theorie al een beetje. Ik heb bijvoorbeeld deel 1 gedaan, of ik heb live iets bij je gedaan, of ik heb al meer kennis van de polyvagaal theorie en ik wilde gewoon mee blijven oefenen 1 jaar lang, zodat het beter in mijn systeem integreert. Dan is die online jaargroep iets voor jou. Naast het online stukje doe ik ook een heleboel live. Live kun je bijvoorbeeld beginnen met een kennismakingsdag. Op 8 januari is de eerste. En dan gaan we ook 1 dag lang, laat ik je kennis maken met de polyvagaal theorie. Dan gaan we er wel een beetje kort doorheen, maar dat houdt in niet alleen theorie. We doen ook echt oefeningen, zodat je het echt een beetje in je lichaam kunt gaan voelen. Dus dat is een eerste kennismaking met mijn manier van werken ook, met de polyvagaal theorie. En dan geef ik een 3-daagse. De volgende is in februari. En daarin gaan we echt de diepte in. Dus daarin is er ook meer ruimte, meer tijd, meer verdieping om echt in je lichaam te gaan voelen: hé, hoe zit het in mijn zenuwstelsel? Wat zijn nou die momenten voorafgaand aan dat ik zo ontregeld ben? Voorafgaand aan dat ik in een grote fight of flight terechtkom of in een bevriezing. Wat zijn die momenten daarvoor? Hoe kan ik die eerder ervaren in mezelf? En wat zijn dan de dingen die ik kan doen om te zorgen dat het niet helemaal afglijdt, maar dat ik gewoon weer naar de veilige kant terugkom? Veel mensen zeggen me ook na die zenuwstelseltrainingen van: oh ja, de pieken en dalen zijn niet meer zo groot. Ik kan mezelf nu eerder vangen van: oh ja, dit is wat er gebeurt. En ik heb dan tools om er iets mee te doen voordat het zo uit de hand loopt. Dus in die 3-daagse is er echt tijd om die hele polyvagaal theorie te gaan belichamen en te gaan ervaren in je lichaam. Dan heb ik ook voor de polyvagaal theorie een oefengroep. In dit geval doen we dat op vrijdagochtend van januari tot maart. En dat is om de week. En dus ook voor mensen die zeggen van: oh ja, ik weet de theorie wel een beetje, ik ken de basis, maar nu wil ik het blijven toepassen. Dus ik wil ermee aan de gang blijven, of ik wil ermee aan de gang gaan. Voor die oefengroep is het handig dat je wat basiskennis hebt. Dus als je nog niks gedaan hebt, zou ik je aanraden om of de kennismakingsdag te doen of de online training deel 1, zodat je de basis hebt. En dan in de oefengroep gaan we daarmee verder oefenen. Oh ja, en dan heb ik dit jaar voor het eerst nog een crea en polyvagaal training. En dat is een beetje een try-out, omdat ik gemerkt heb in de trainingen dat creativiteit heel erg helpt bij je zenuwstelselregulatie.
En dus heb ik een groep waarin we dat gaan doen. Waarin we dus bewust van ons zenuwstelsel met creativiteit aan de slag gaan. Met verschillende technieken. Dat is een training die wat minder op de theorie en de zenuwstelsel oefeningen ingaat. En wat luchtiger is, puur om fijn samen te co-reguleren met behulp van creatieve activiteiten. Die groep zit alleen helaas al vol voor komend jaar. In ieder geval voor de eerste groep. Dus misschien dat ik daar nog een tweede groep van ga starten. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk maakt wat de verschillen zijn en wat het aanbod is. Mocht dat niet zo zijn, kun je me altijd een e-mailtje sturen. Of als je mijn nummer hebt, mag je me ook bellen. Ik neem alleen op als dat uitkomt, dus dan weet je dat e-mailen is meestal makkelijker. Nou, ik hoop jullie daar ergens te zien. Fijne dag!